Nou, we zijn hier nog steeds achter de coulissen bij het Rips & Blues Festival in Raalte. Samen met mijn collega hier van Radio TV Raalte van Bluestown, jawel, Harry Radstaken, zijn we hier voor Bluesmoes Radio. De Wolf staat klaar, net gedoucht, fris gekampt, spullen ingeladen en hebben een optreden gedaan. Jongens, hoe vonden jullie het? Ja, te gek. Heel cool publiek ook. Ja, het was gewoon helemaal cool. Echt een bluesfestival met heel veel blues gericht publiek. Maar toch vonden ze ook vet wat wij deden. Dat was wel cool. Ik wou net zeggen, heb je dan niet gelijk het probleem te pakken met jullie muziek? Dat de psychedelische klanken die jullie af en toe fabriceren met blues misschien niet helemaal terechtkomen? Ja, nou ja, ik vind altijd vreemd als mensen denken in van het is niet die muziek, dus ik vind het niet cool. En ik denk dat dat hier niet echt zo is, want het publiek was heel enthousiast en zo. En dat is gewoon de juiste manier om te denken. Gewoon, het is, kijk, we zijn natuurlijk door blues geïnspireerd, door echte hele oude dingen en zo. Maar goed, op een gegeven moment ga je ook andere dingen daarmee doen. En ik vind het cool als mensen daarvoor openstaan. En dat was vandaag wel het geval, volgens mij. Maar kennelijk hebben jullie wel een golf in beweging gezet. Want de Broe speelt ongeveer hetzelfde straatje van jullie. Beetje lekker lang over één noot kunnen doen en dat helemaal uitmelken op de toets en op de gitaar en op de bas. Ja, dat was echt heel cool, de Broe. Ik zag dat... Ja, ik vond het echt heel cool wat zij deden. Ja, een beetje Led Zeppelin invloeden en zo. Dat is een beetje wat wij ook hebben. Gewoon echt die dingen uit de jaren 60. Gewoon. Ja, en jullie hebben dan de toetsen erbij. Ik denk als dat een combinatie wordt, dan is het van de hele mensen de vloeistof die als weer van de zolder kunnen halen. Ja. Hey, maar jongens, dat jullie hebben ze worden ook redelijk geaccepteerd door de landelijke pers, wat dat betreft televisie, die vinden jullie wat dat betreft een verademing. Merken jullie nou ook dat de rest van de landen daardoor jullie makkelijker oppikt? Nou, ieder land op zich is toch weer een wit vel, weet je wel. Dan moet je toch echt van niks ook weer beginnen. Kijk, het is niet zo dat we hier bij op tv en dat soort dingen zijn geweest. Dat we naar Duitsland bijvoorbeeld kunnen gaan en daarin... het paradiso van Duitsland kunnen gaan staan of zo. Dat is helemaal niet zo. Rockpalast. Ja, precies. Maar we spelen wel gewoon in kleine zaaltjes, maar het is ook gewoon cool om dat te doen, weet je wel. Het staat trouwens wel op het programma Rockpalast. Ja. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wanneer, maar er zijn wel plannen voor om daar te gaan spelen, dat zeker. Ja, die plannen, die... Ja? Wat moet je nu nog na Pinkpop, wat moet er dan gebeuren? De dag na Pinkpop? Ja, komen jullie nog in kleine zaaltjes? Is dat nog leuk voor jullie? Tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk, dat is altijd leuk. Het is heel intiem. In grote zalen, grote zalen, we hebben niet zo heel veel echt grote zalen gedaan. We hebben Paradiso gespeeld en nog wat dingen. Patronaat. Maar we hebben nooit bijvoorbeeld in een soort van Heineken musical of zo gespeeld. En, het verschil is niet super groot. Tot nu toe. Je moet ook niet denken dat als je zeg maar op Pinkpop hebt gespeeld, dan is van we hebben Pinkpop gespeeld. Ik bedoel, niemand kan ons nog wat maken en we gaan het gewoon... Ja, helemaal niks. Ja, natuurlijk gewoon wachten tot de optredens binnenstromen. Dat moet je niet denken. Je moet gewoon door blijven gaan. Okay. Ja, we willen ook graag naar het buitenland. En als je dan kijkt naar van die grote Nederlandse acts zoals Kane of zo of Anouk. Die hebben hier dan echt alle grote dingen gedaan. En die willen eigenlijk niet echt meer naar het buitenland. Omdat je daar in principe weer opnieuw moet beginnen. En daar zijn de mensen groots voor. Zeg maar. Dat is toch de kick? Ja, voor ons wel. Voor ons dat is super cool. Dat is echt rock'n'roll om dan weer in kleine zaaltjes in Berlijn bijvoorbeeld te staan. Ja, maar jongens, met alle respect, jullie zijn nog niet dusdanig oud dat je kunt zeggen van ik heb alles in de rock and roll of in de muziek meegemaakt. Dus er is nog een heel veld voor jullie te ontginnen. Maar even terug over dat eventueel bij Rockplas. Hebben jullie daar een management dat een actieve rol in speelde? Wist gewoon zo van nee, een goede boeker daar heeft ons gezien en dacht van dat is gewoon goed. We hebben het op eigen kracht afgedwongen. Of zit er toch nog een stukje PR-machine op de achtergrond die voor jullie meedraait? Ja, die is er natuurlijk altijd, weet je wel. Als band op zich, je kunt ook de beste muziek van de wereld maken. Als je dat gewoon alleen die muziek maakt en verder niemand om je heen hebt die dat een beetje fatsoenlijk regelt, dan kom je nergens, weet je wel. Er zit altijd een management achter natuurlijk. En dat is ook met die grote dingen. Het komt niet vanzelf natuurlijk. Dus er is iemand die dat regelt. En dat doen wij ook niet zelf. Dat kunnen we niet zelf. Ik bedoel, we zijn de grootste chaoten die hier rondlopen waarschijnlijk. Ja. Nee, maar terug over de muziek en over chaoten. Wie is nou bij jullie die zegt van dit gaan we spelen en dan gaan we op improviseren of dan gaan we lekker op los? Wordt dat in de repetities gedaan of komt het toch af en toe op het podium naar voren? Ja, nou toch wel meestal in de repetities. Kijk, dus eerlijk gezegd als je in... dit was ook vrij groot, weet je wel. Dan ga je niet zomaar iets spelen waarvan je niet eens weet...
Kijk, het zijn ook technische zaken, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld Robin nauwelijks over mijn monitor. En als Robin ineens iets begint te improviseren en ik hoor dat niet echt, dan is dat, ja. dan is dat kut. Dus we doen wel dingen, we spreken wel dingen af. Maar het is wel zo van, we zien wel waar het naartoe leidt live. Ja. Vaak. En soms als het gewoon vet is en de geluid is goed en de sound is cool en de vibe is goed, dan gebeuren er soms wel onverwachte dingen. Waar we dan na het optreden zoiets van, yeah, dat was vet, dat doen we nog een keer. Dat doen we vaak. Maar dat leek er af en toe wel op als je zegt van, ja, er gaat iemand wat voor zichzelf doen en de ritmesectie ondersteunt hem. Er gaat iemand doet even crowdsurfen in het publiek. En de ritme denkt bij zichzelf, ik doe wel even mijn ding dat hij kan doen wat hij moest doen. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar nummers, dat is gewoon echt een richtlijn. En daar slingeren we een beetje omheen, dus dat wordt geïmproviseerd en zo. Maar er zijn ook heel veel nummers gewoon die echt een vaste volgorde hebben. Want je kunt niet altijd maar blijven improviseren en zo. Dat wordt ook niet, op een gegeven moment gaat het vervelen voor de mensen. Dus, ja. Komt mij goed over dat er discipline op het podium is terwijl het niet lijkt, dan ben je een goede band. Harry? Dat is goed gezegd, Rob. Ik heb gehoord dat jullie zijn bezig met een nieuw album. Ja. Dat schrijven. Ja. Eind van het jaar? Waarschijnlijk wel, ja. En dat ligt weer in dezelfde lijn als het... Nou, we willen niet twee keer hetzelfde doen, dus het wordt wel anders. Wat we tot nu toe hebben geschreven is eigenlijk heel gevarieerd. Ik bedoel, we hebben een paar echt soort van doomy, psychedelische dingen. Ja. Maar er zit ook een soort van heel erg southern blues rock geïnspireerd dingetje tussen. Ja. Weet je wel, we doen gewoon wat we cool vinden en we zien niet echt grenzen van dit kunnen we niet doen of dit kunnen we wel doen. Het wordt gewoon, wat we cool vinden komt gewoon op het album, weet je wel. En, wel een beetje weer die blues. Terug naar de blues, hè, want daar gaat het om. Ik zie jou vies kijken. Ja, kijk, niet per se alleen blues, snap je? Het is juist dat we gewoon de grenzen openlaten voor meerdere dingen, snap je? Ja, nee, dat is niet echt. Er zal altijd een beetje, ja, toch wel bluesy feel zitten. Ik bedoel, dat is ja, heel veel bands, weet je wel. Pink Floyd, hoe psychedelisch ze ook waren, er zat altijd wel een beetje een blues invloed in, omdat David Gilmour gewoon in essentie ooit ook eens begon als bluesgitarist of zo. Maar waar komt die liefde vandaan van dat soort muziek? Want jullie zijn 15, 16, 17? Ja, 15, 18 en 19. Waarom deze muziek? Ja, ik weet niet, ik ben gewoon ooit begonnen met gitaar spelen en dan moet je je schamen als je dan nooit Jimi Hendrix luistert. Maar ik begon met naar Nirvana te luisteren, weet je wel. Dus dat heb ik gewoon eerst geluisterd. Toen op een gegeven moment was het van, ja, Jimi Hendrix, wie is dat eigenlijk? En dan ging ik dat luisteren, toen vond ik dat cool. Toen ben ik verder gaan zoeken, toen dacht ik Cream en toen ging alles daaromheen zoeken, weet je wel, Free. En nog verder terug in Robert Johnson en dat soort dingen. En dat, dat pik ik gewoon allemaal op en dan... En dat is met ons alle drie eigenlijk zo gegaan. Oh, en even terug op Rips en Blues te komen, dan zie je maar weer als mensen hun historie gaan onderzoeken, dat ze dan toch heel snel in de blues terug gaan komen. Ja. Even een andere vraag, als jullie nou iemand mochten kiezen waar je een ontzettend veel muzikaal respect voor hebt en je zegt van, hey, daar zou ik graag een keer met het podium willen delen. Mag een act zijn, een band, liefst levende, dan weten we dat het nog even tot de mogelijkheden behoort in de toekomst. Dan Auerbach van de Black Keys. Ja, ik weet niet of je de Black Keys kent, maar dat is een soort van, eigenlijk heel erg blues. Maar ze zijn zeg maar per album steeds verder geëvolueerd naar en nu is het zo verkruisd tussen soul, blues. Maar het is altijd heel erg rauw gebleven. Echt, het klinkt alsof ze drie microfoons in een ruimte hebben gezet. Versterker op 10. Ze zijn met z'n tweeën trouwens. Drum en gitaar. En zang dus. En dat is echt te gek. Is echt, elk album van hun is gewoon echt een 10. Dat is echt supergoed. En ze leven nog. Ze zijn zelfs jong. Ze zijn 30 of zo allebei. Net een nieuw album uit, dus wat heel cool is. Ik zou zeker het podium met hem ook willen delen. We zullen een mailtje sturen, jongens, met dit YouTube-filmpje erin. Cool.